was zo moe van. Ik probeer de krant te lezen, maar dat... Dat gaat helemaal niet meer. Ik zie alleen maar letters dansen op het papier. Dit wordt helemaal niks meer. Ik dacht al vaker dat er wat aan de hand was als je de krant las. Maar ik snap het eigenlijk niet. Want vorig jaar heb je nog een nieuwe bril gekregen. En daar was je zo blij mee. Want je kon alles weer goed zien, zei je. Ja, dat was ook zo. Maar en die begintijd had ik ook het idee dat de oplossing was. Daar is het ook mee begonnen, maar de laatste maanden vooral is het alsof het heel snel slechter is geworden. Misschien moet ik daar maar genoegen mee nemen. Dat je komt op een bepaalde leeftijd en dan is maar de vraag of je nog zo nodig de krant moet willen lezen. Ja, maar Jan, je moet de moed niet opgeven. Er zijn heus wel hulpmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat jij beter kan lezen. Je moet er achteraan. Ik wil wel overal op afgaan, maar ik, eerlijk gezegd, ik geloof er gewoon niet zo meer in. Ik denk dat er niet zoveel aan te doen is. Jan, weet je wat je doet? Je neemt dus contact op met onze verhuurder Thuiszorgcomfort. En dan vraag je hen of zij weten waar je met je klachten terecht kan. Misschien komt die aardige medewerkster wel langs met wie we pas geleden zo'n prettig gesprek hebben gehad. Hoe heet ze ook alweer? Helene Kooijman. Dag meneer Van der Woude, ik begreep dat u last heeft met lezen. Ja, dat klopt. Maar komt u even binnen, dan kunt u het er even over hebben, hè? Ja, prima. Helene vertelt Jan en Trees dat slecht zicht een veel voorkomende klacht is bij ouderen. Ook verzekert zij hen dat er van alles aan gedaan kan worden. Uiteindelijk heeft ze ook nog een tip. Ik heb wat organisaties opgezocht waar u misschien verder mee kan komen. En dan is altijd goed om zelf ook even samen met uw vrouw even uit te zoeken. Maar u kunt bijvoorbeeld naar de fysio, daar hebben ze speciale loepen. Of naar de apotheek, dan kunnen ze kijken naar uw medicijngebruik. Of de bibliotheek, die hebben vast wel aparte boeken voor u. En we hebben ook de Slimotheek, die heeft allerlei hulpmiddelen voor oudere mensen speciaal. Dus ik wou een briefje aan u geven, dan kan u samen met uw vrouw daar eens even naar kijken. Oh. En kijken welke organisaties u kunnen helpen. Oh, je hebt het opgeschreven. Ja. Meneer Van der Woude heeft allereerst een gesprek geregeld bij het bedrijf Fysio in Haren. Fysio houdt zich onder meer bezig met het geven van informatie aan mensen met een visuele beperking. Ze hebben er dan ook een grote collectie loepen. Dit is een leeslineaal. Dit kunt u op de tekst houden. Het wordt vergroot en daarnaast ziet u ook een rode streep waardoor het makkelijker is om de regel te volgen. Probeert u het maar eens. Nou, eens even kijken dan. Ja, ik zie het. Dat is wel mooi. Een ander voorbeeld wat ik kan laten zien is een handloop. Het is een handloop met verlichting. Het vergroot en het geeft dus extra licht. En hiermee kunt u ook de tekst misschien wat beter lezen. En dat wordt ook vaak gebruikt in een supermarkt bijvoorbeeld, om toch de houdbaarheidsdatum te lezen. Nou ja, die houdbaarheidsdatum op in de supermarkt, dat geloof ik wel, want mijn vrouw doet gewoon ook de boodschap. Wat ik u ook wil laten zien, is een staande loop. Ja, dat is een mooi apparaat. Zo. Kom verder, meneer Van der Woude. Uh-huh. Daar ziet u een stoel, dan mag u even een plaats nemen. Ja. Als laatste wil ik aan u laten zien een beeldschermloop. En dit is een loop die optimaal vergroot. Hier zitten een aantal knoppen op. En als ik aan de knoppen draai, dan kan ik het vergroten. Ik kan ook het contrast nog aanpassen. Nu ziet u een witte achtergrond met zwarte letters. Maar kan ook het andersom, dus zwarte
achtergrond met witte letters. Wat vaak rustiger is voor de ogen. De staande loop en de beeldschermloop zijn nogal prijzig. Maar de ziektekostenverzekeraar vergoedt dit vaak. Meneer Van der Woude is erg blij met alle informatie. Hij bedankt de medewerkster van Visio en gaat weer op huis aan. Meneer Van der Woude gaat ook zijn licht opsteken bij de apotheek. De apotheker wil wel wat meer informatie geven in zijn spreekkamer. Maar eerst checkt hij even in zijn registratiesysteem wat voor medicijnen meneer Van der Woude slikt. Ik zie hier staan dat u metoprolol gebruikt. Dat klopt toch? Ja, dat komt me bekend voor. Dat kan het wel zijn. Ik onthoud dat niet hoor, dat soort termen. En heeft u misschien ook al eens een keertje in de bijsluiter gekeken dan? Een bijsluiter, natuurlijk weet ik dat die er is. En ik heb hem helemaal uitgevouwen, maar dat kan ik niet lezen meneer. Ja, dat begrijp ik, dat u de bijsluiter niet goed kunt lezen. Mm-hmm. En daar bent u niet de enige in. Want het zijn ook vaak hele kleine lettertjes en ook nog eens heel veel informatie. Maar we hebben ook een paar andere goede oplossingen daarvoor, die u via het internet zou kunnen raadplegen. Zou ik u dat eens laten zien? Ja, dat is goed. Ik ben benieuwd hoor, wat u te bieden hebt. Allereerst laat de apotheker op een tablet de website van de apothekersorganisatie in Nederland zien. Die heet apotheek.nl. Daarop staat informatie over alle geneesmiddelen die er te vinden zijn. Op de tablet kun je de letters zo groot maken als je zelf wilt. En je kunt de tekst ook laten voorlezen. Belangrijk om te weten over metoprolol. Metoprolol vertraagt uw hartslag en maakt uw bloeddruk lager. Hierdoor heeft uw hart minder zuurstof nodig. Kijkt u eens, meneer Van Woude. Dan kan ik dat zo vergroten? Ja, met twee vingers. Oh ja, kijk al. Ja, ik zie het. Oh, dat is wel mooi natuurlijk. Dat kan ik nou wel lezen. En er is ook nog een andere website die informatie geeft over medicijnen. En dat is de website kijksluiter.nl. Daar kunt u niet alleen maar de tekst vinden, maar daar kunt u een filmpje vinden wat u kunt zien, maar ook kunt luisteren over het geneesmiddel of de geneesmiddelen die u gebruikt. In het doosje van uw medicijn zit de bijsluiter. Hierin staat belangrijke informatie over uw medicijn. Veel mensen vinden het moeilijke informatie in kleine lettertjes. Zal ik er even een uitleg bij geven? Meneer Van der Woude weet alweer heel wat meer. Tevreden verlaat hij de apotheek. Ook in de bibliotheek laat meneer Van der Woude zich voorlichten over de mogelijkheden. Nou, hier hebben we onze collectie grootletterboeken. Dit zijn boeken met grote letters. We hebben allerlei genres. Hè. Dus, nou ja, dit is dan een soort familieroman, zeg maar. De letters zijn veel groter. Ja, dat is goed te doen zo. Ja. Er zijn nog andere mogelijkheden in de bibliotheek. Onlinebibliotheek.nl. En daar kunt u zowel e-books lezen. Als u een e-reader hebt of een tablet, kunt u ook de lettergrootte aanpassen. Dat is misschien ook prettig. En als dat niet prettig is, kunt u ook overgaan op luisterboeken. Op de website onlinebibliotheek.nl tref je informatie over hoe je die boeken moet downloaden. En als je er toch nog moeite mee hebt, kun je naar het digitaal inloopspreekuur van de bibliotheek of bellen met de digitale hulplijn 0800 1508. Een andere manier voor slechtzienden om te lezen is de website Passend Lezen. Als je lid bent van de bibliotheek kun je daar ook gratis gebruik van maken. Okay. En dan kun je 80.000 boeken kun je streamen. Het is alleen een mogelijkheid om te streamen, zeg maar. Die zal ik niet allemaal meer lezen. Gesproken boeken, nee. Zeg maar. Nee. Dus een heel groot assortiment, zeg maar. En als je voor 30 euro per jaar lid wordt van Passend Lezen, dan kun je ook 175 kranten en diverse hoorcolleges en hoorspelen beluisteren. Meneer Van der Woude geeft aan dat hij dit ook wel allemaal heel veel informatie vindt, zo ineens. De bibliothecaris zegt dat de bibliotheek daarvoor ook een aparte categorie boeken heeft. Namelijk boeken die het geheugen stimuleren. Dat heet de breinbiep.
We hebben hier bijvoorbeeld een boekje geheugentesten. Oh. Ja, dat is, hier staan allerlei kleine testjes in. Puzzeltjes. Uh-huh. Waarbij je toch de hersenen wat kunt scherpen, zeg maar. Oké, okay. Maar ik wil het vaststellen. Ja, zeker. In het kader van de Breinbiep organiseert de bibliotheek ook aparte spelochtenden voor mensen die hun geheugen willen trainen. Verder is er een boek aan huisdienst waarbij boeken thuis kunnen worden bezorgd voor mensen die slechter been zijn. Meneer Van der Woude is blij met alle informatie. Na hartelijk afscheid te hebben genomen van de bibliothecaris gaat hij verder op zijn zoektocht naar een beter zicht. Meneer Van der Woude gaat tenslotte kijken bij de Slimotheek. Bij die organisatie geven ze informatie over allerlei hulpmiddelen die het leven van ouderen gemakkelijker maken. Ze hebben daar wel een apparaat voor, meneer Van der Woude. Het is een zogenaamde oerradio. Daar kun je muziek en boeken op downloaden. En hij is eenvoudig te bedienen. Je hebt eigenlijk drie opties. En dat is nu audio aan. Dus de audioboek gaat spelen. Hij gaat naar het volgende hoofdstuk. En hij stopt. En dan stopt hij waar hij gebleven was. En op het moment dat je het boek verder wil horen, doe je hem weer aan. Dan komt hij gewoon op dezelfde bladzijde, begint hij weer. Dan gaat hij weer waar hij gebleven was, inderdaad. Klopt, ja. Mooi. Via de Slimotheek kun je zo'n apparaat als de oerradio een tijdje gratis lenen. En na de uitleenperiode kun je hem terugbrengen of kopen. De Slimotheek heeft ook nog een ander apparaat dat wel handig is voor slechtzienden. De Compaan. Dat is een simpel te bedienen tablet. Daar kun je ook prima het Dagblad van het Noorden op lezen. Na uitleg is meneer Van der Woude dan ook enthousiast. Zou ik de Compaan al mee kunnen nemen om eens te proberen? Ja, dat kan zeker. Ik kan hem voor u in orde gaan maken en dan neem ik even contact op met uw dochter of uw zoon of wie dan ook. En dan kan ik dat voor u gaan regelen en dan lever ik hem ook bij u thuis af en dan installeer ik hem even. Zowel bij de oerradio als bij de Compaan moet je als ouderen wel vooraf even een mantelzorger of familielid vragen. Die kunnen dan de muziek en boeken voor je downloaden. Maar is dat eenmaal gebeurd, dan zijn beide apparaten gemakkelijk te bedienen. Schat, ik heb je in tijden niet zo ontspannen zien lezen. Zo goed dat we erop uit zijn gegaan, hè? Ik ben er heel tevreden over, hoor. Mooi. Wat die instellingen allemaal voor je doen. Mm-hmm. En je hebt maar voor te kiezen. Hè, want er komt van alles aan mogelijkheden tevoorschijn. Ja. En uiteindelijk moet je toch altijd weer zelf doen. Nee, ja, daar komt het op neer. Ja. Maar het is gelukt. Nou, hè? Geweldig. Mooi, hè? Ja. Okay.